Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Christ. Het Bijbelgedeelte van vandaag is Matteüs 27 van vers 38 tot 44. En daar lezen we dan in de Bijbel: en de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf als u de Zoon van God bent. Kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen in hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem verlossen, als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur. We zien, broeders en zusters, hier dat de Heer Jezus naar Golgotha geleid is. Onschuldig, onschuldig. Het is inderdaad zo dat de Heer Jezus gekomen is en tegen zijn vader gezegd heeft: vader, ik zal naar de wereld gaan om daar de prijs te betalen voor de zonde van de mensen. En als we daarvan bewust zijn, broeders en zusters, dan begrijpen we niet dat die liefde van God zo groot is. In Johannes 3 vers 16, daar staat die belangrijke sleuteltekst. Daar staat: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. En de Heer Jezus heeft zich beschikbaar gesteld bij zijn vader. Hij heeft gezegd: vader, ik zal naar de wereld gaan, ik zal me de prijs van de zonde betalen. En wat is dat een heerlijke gedachte. Want het was aanvankelijk door de Heere God niet zo bedoeld. Als we lezen hoe de Heere de mens geschapen heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, dat de mens mocht leven in de Hof van Eden, dat de mens wandelde met God en dat hij God mocht kennen aan de wind des daags. Dat zal een heerlijke situatie geweest zijn in dat paradijs. Dat de mensen daar mochten wonen en dat ze een levend contact hadden met de levende God. En dat daar alles volmaakt was. En geen ziekte, geen dood, geen rouw. Maar u weet hoe het gegaan is. Genesis 2 en vertelt ons de schepping, vertelt ons die heerlijke situatie van die paradijsgebeuren. Maar Genesis 3 begint al tegelijk met de slang nu. De slang nu die de mens verleidt en die het God niet gunt dat u en ik de Heere dienen. En toen was er een groot contrast, want in Genesis 1 en 2 wandelde de mens met God. En nou zien we bij Genesis 3, als de mens in zonde gevallen is, dat de mens zich verbergt voor God. En uit liefde heeft God de mens geroepen. Hij heeft geroepen: Adam, waar zijt gij? En eigenlijk is dat ook een roep die voor ons bestemd is. Dat de Heere nog steeds naar ons vraagt en naar ons zoekt. Dat hij ons zo lief heeft dat we mogen weten
dat hij zijn zoon niet alleen voor andere mensen gestuurd heeft in deze wereld, maar ook voor ons. En aanvankelijk was het zo dat de Israëlieten, de Joodse mensen, dat de Joodse mensen hem niet wilden geloven. Ze zeiden, hij heeft zichzelf tot Gods zoon gemaakt. En de Heer Jezus heeft dat vaak duidelijk gemaakt, niet alleen met woorden, maar ook met de tekenen die daarop volgden, dat hij inderdaad de mensenzoon was. De zoon des mensen die gekomen is om de zonde van ons mensen op zijn schouders te nemen. En dat heeft hij laten zien door woorden, maar ook door de tekenen die daarop volgden. Want blinden werden ziende, doven konden horen, melaatsen werden gereinigd, doden opgewekt en aan de armen werd het evangelie verkondigd. Maar als de Heer Jezus dan vertelt dat hij de Zoon van God is en de fariseeën en schriftgeleerden zien dat de mensen naar hem toe komen, dan leiden ze hem voor Pilatus. En Pilatus is er helemaal verlegen mee. Pilatus zoekt een uitvlucht om de Heer Jezus vrij te krijgen. Met Pasen mag er een gevangene los. En dan is er een gevangene die in de dodencel zit, Barabbas. En Pilatus probeert het en hij probeert Jezus vrij te krijgen. En terwijl hij op zijn rechterstoel zit, krijgt hij ook nog een bericht van zijn vrouw. En een briefje heeft die bediende bij zich, van Claudia. En Claudia die schrijft in een briefje, bemoei je niet met deze rechtvaardige, want ik heb deze nacht veel om hem geleden. Iedereen is het ermee eens dat de Heer Jezus de rechtvaardige is. En de rechtvaardige die gaat straks sterven voor de goddelozen. En Pilatus die geeft hem over. Pilatus die zegt, nemen jullie hem dan maar. Als de mensen mogen kiezen, kies je voor Barabbas of kies je voor Jezus. En dan is het één groot geroep. Daar staat het volk riep, laat ons Barabbas vrij. En wat moet ik dan met Jezus doen, die de Christus genoemd wordt? Die moet gekruisigd worden. En zo gaat de Heer Jezus naar het kruis. En hij hangt aan het kruis in ons Bijbelgedeelte. En nou roepen ze nog spottend dat hij van het kruis af moet komen als hij de Zoon van God is. Maar de Heer Jezus doet het niet. Hij heeft de pers alleen getreden. En dat heeft hij voor ons gedaan. Hij in onze plaats. Hij voor ons, daar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Zullen we de Heer danken met elkaar? Heere, wat een liefde hebt u geopenbaard toen u uw leven hebt gegeven. En wat een verleiding was het dat de mensen riepen, kom af van het kruis. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Maar u bent volgehouden en u hebt overwinning behaald. Want we weten dat de kruisiging niet het laatste woord had. Maar we weten dat u bent opgestaan. En dat u tegen uw kinderen zegt, ik leef en gij zult leven. Wilt u dan in liefde bij ons zijn? Wilt u ook deze nieuwe dag ons omringen met uw liefde en met uw zorg? Geef dat we mogen weten dat u het bent die met ons meegaat door het leven en dat u ons nooit verlaat. We vragen u, doe gij niet naar onze zonden, vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, maar geef dat we mogen weten dat zo hoog de hemel is boven de aarde, dat zo machtig uw goede tierenheid is over degene die u vrezen. We danken u voor al uw weldaden. Amen.